We gaan meteen de straat op voor een prio 1 melding. Een brandstichter. Ah nee, daar rent hij. Goedendag. Wat zijn we aan het doen? Er komen meldingen binnen van iemand die onder invloed zou rijden. Zo. Persoon niet aanspreekbaar, A1. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPDFR en vandaag ga ik op pad met de B-klasse en met de Mercedes Sprinter ambulance. Beide gemaakt door EnnoMods en mogelijk gemaakt door de Hulpdiensten Benelux. Linkje in de beschrijving naar de site, kun je eventueel aanmelden mocht je daar interesse in hebben. En in ieder geval kun je hun site sowieso even checken. Ja, vandaag met de B-klasse, die hadden jullie gisteren natuurlijk ook al gezien. Maar dit is die van Enno. Ja, prio 2 hier, een voertuig met wat probleempjes voor de uitgang en ingang van de post, gaan we zo meteen even heen. Maar deze B-klasse, ja, die is toch ook wel weer wat anders. En ik ga niet zeggen of die mooier of minder mooi is. Maar ja, hij is anders. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Kijk, ik ben echt zo iemand die... ik krijg wat en ik neem ermee op. Maar niks uit of de mensen die het hebben gemaakt de grootste vijanden van elkaar zijn of de beste vrienden. Er maakt me allemaal niks uit. Ik doe gewoon ermee opnemen. Even kijken ondertussen. Ja, dat is, moet ik jullie wel eerlijk vertellen. Wordt gewoon Formule 1 even gestreamd op de telefoon of op de tv naast mij. Dus daar ga ik zo meteen wel even vooral naar de start kijken. Want ja, de start is toch wel altijd heel erg interessant, vind ik. Daar gebeurt het meestal wel. En nou, in ieder geval de ambu is dus een Sprinter 2018. Jullie herkennen die wel van, nou, of ja, van die voorkant hier zo. En dit is een Otaris. En ja, gewoon mooie binnenkant, een lifepackje, een stoel. Het is beide nog, het wordt nog aan, er wordt nog aan gewerkt, zeg maar. Dus het is nog een work in progress. Ja, lekker Engels. Het brancard komt naar buiten geschoven als je deze zijdeur open doet. En hier bij de B-klasse gaat het luikje open. Maar er zit nog allemaal niks in. Maar nogmaals, het is een whip. Het heet een work in progress, dus een whip. Zometeen gaan we met de ambu. Nu beginnen we met de B-klasse. Dit dicht. Voertuigcontrole zullen we nog even doen. Ik denk dat dit is stop en... Ik denk dat oranje wat sneller mag, maar ik weet niet of ik die optie heb. Dat is misschien gewoon weer 11. Ja. Nou, deze ziet er goed uit. Knipperlicht. Kijk, dit vind ik vette details. Kijk, die sirene speaker hier beneden zitten. Dat vind ik gewoon mooi. We gaan in ieder geval met deze B-klasse even kijken bij dat voertuig wat hier met pech staat. Ik heb iets ingesteld waardoor die wel heel snel is. Nou merk ik meteen. Oh. Zo. Nou, meteen even kijken. Ja, interieurtje natuurlijk. Hè. Net zoals die wat jullie gisteren hadden gezien. Wel weer wat anders. Schermpjes, mobielefoon voor de zwaarlichten. En ja, gewoon B-klasse. Ik ga even kijken. Er zit niemand in. Zo te zien. Dan kunnen we hem ook niet maken. Dit is een achtergelaten voertuig. Hij heeft wel wat schade hier bij het achterwiel zo te zien. Daar is een autootje tegenaan gereden, denk ik. We gaan even kenteken nachecken voordat hij... of natrekken. En checken. Ja, die fout maakt nog wel eens. Er is verder niks meer aan de hand. Ik vertrouw hem. Ziet niet raar uit. Ik zeg niet van... kunnen we wel even de kofferbak openen. Niet dat hij dadelijk opeens een bom hier heeft liggen ofzo. Kijk eens, kenteken omhoog, kofferbak blijft gewoon laag. Kan gewoon allemaal. Nou, niks interessants. Dan ga ik een takelwagen vragen die hier deze auto kan wegslepen. Want hij kan hier natuurlijk niet blijven staan. En dan gaan we de straat op. Maar wat ik al zei, ja, je kunt het noemen slechte timing. Waarom ga je nou Formule 1 kijken als je ook gaat opnemen? Of waarom ga je nou opnemen als je ook Formule 1 ging kijken? Ja. Aan de ene kant wilde ik jullie vandaag dus op maandag blij maken met een giveaway video. Dus dacht ik, ja, dan moet ik dan maar zondag opnemen. Want, waarom is deze video trouwens? Wauw, dat heb ik helemaal niet verteld. Ik heb de 20.000 abonnees bereikt. En daarvoor wil ik iets terug doen. En ik denk dat heel veel mensen dat... ik weet eerlijk gezegd niks anders dan een GTA key weg te geven. Misschien zelfs twee. Eentje via YouTube in ieder geval. En daar kunnen jullie je voor aanmelden door een reactie te plaatsen. Het maakt niks uit welke reactie. Je kunt zeggen dat je kat dood is en dat je daarom wilt winnen. En je kunt zeggen dat je wilt winnen omdat je die key gewoon graag wilt hebben. Je maakt beide evenveel kans. Je kunt me een klootzak noemen en toch de giveaway winnen. Niet allemaal gaan doen, dat is heel flauw. Maar je zou hem in principe alsnog kunnen winnen. Ik ga gewoon echt via een random comment picker ga ik hem kiezen. De reactie. En als ik die reactie heb gekozen. Dan zie je dat zelf in een video weer met winnaar van de giveaway terugkomen. Dat betekent dan ook dat jullie niet in de comments bij elke video die ik upload hoeven te vragen van hey, wanneer komt die video of wanneer komt de winnaar. Die komt vanzelf. Dus reactie plaatsen waar, en natuurlijk je moet GTA op de computer hebben. Of wauw, nee die moet je niet, die kun je krijgen. Het is voor GTA op de computer. Dus je moet een computer hebben, een goede computer raad ik je aan. De key mag je wat mij betreft weggeven. Het zou natuurlijk wel leuker zijn. Zeker de mensen die ik in de comments soms voorbij zien komen die ik gewoon weet dat die GTA al hebben. Het zou leuk zijn als je dan gewoon niet meedoet. Voor mensen die het wel willen hebben. Of die wel echt GTA kunnen winnen. Omdat ze het nog niet hebben. Dus comment plaatsen. Je hoeft niet te vertellen waarom je het wilt. Maakt me allemaal niks uit. Je hoeft me niet helemaal te gaan slijmen. Maakt geen verschil. Je moet dus een pc hebben en een goede pc raad ik je aan, anders is GTA met een slechte pc spelen ook niet leuk, zeker LSPDFR, want ik zie de laatste tijd veel comments voorbij komen over mijn fps teller die linksonder in beeld stond. Die heb ik maar weggehaald, want ik schaam me er toch wel voor. Ja, ik heb soms maar 20 fps, of eigenlijk bijna altijd, maar gewoon al die plugins, ik heb gewoon een hele hoge fps getal als ik GTA speel, maar al die plugins van Albo vooral, die halen dat zo ontzettend omlaag bij mij. En nu zul je denken, ja, haal ze dan eruit anders. Maar dat, dan is het niet meer leuk. Je moet die Albo plugins hebben, dit bijvoorbeeld. Of die witte bolletjes waar we het vaak over hebben de laatste tijd. De extra vragen die je kunt stellen bij een verhoor. Of bij een verkeerscontrole. Iemand dat je een arrestatiebusje kunt laten komen, zodat je niet zelf, of een transportbusje, zodat je niet zelf hoeft te... transporteren. Dat soort dingen allemaal. Die zijn niet meer te missen. In ieder geval. Dus laat een comment achter. En de tweede key zal ik dan anders weggeven via Discord. Dus als je nog niet in mijn Discord zit, meld je daar zeker aan. De kans dat je beide wint is heel klein. Mocht je nou toch beide winnen, dan heb je of geluk of je zegt gewoon eerlijk tegen mij. En dat waardeer ik meer. Voor nu gaan we in ieder geval de straat op, wat ik al had beloofd. Ik ga wel even naar rechts kijken, want ze staan inmiddels allemaal klaar om te starten. De rode lichten gaan aan. Ik zie jullie zo meteen. Zo, daar ben ik weer. We gaan meteen de straat op voor een prio 1 melding. Een brandstichter. De sirene is iets anders. Hij is misschien iets sneller. Dat wil zeggen dat hij weer iets te snel is misschien voor de B-klasse. Maar je hoort niet meer die klik. Je hoorde eerst altijd ta tik tu, ta tik tu, snap je? Ja, heel dom altijd als ik het voordoe, maar... Maar ik denk dat die nu al verholpen is. Laat even weten. Want jullie kunnen natuurlijk het verschil goed horen tussen de video van vandaag. Dus maandag. En gisteren. Zondag. Daar had ik namelijk een andere sirene nog. Dus laat maar even weten wat jullie denken. Of deze beter is. En dus misschien wat te snel. Maar ja. Hij klinkt eigenlijk wel heel erg lekker. Nu dus een brandstichting. Voor de mensen die gisteren natuurlijk Formule 1 hadden gezien. Nou, de start was niet heel veel spannends aan. Even een Ferrari, ik geloof Vettel, die even een beetje buiten de baan ging. En Max die zich mooi stationeerde op plaats nummer 3. En inmiddels zitten ze in ronde 3. En kijk ik zo af en toe naar rechts. Of er nog iets spannends gebeurt. Even lekker binnenbocht hier pakken. Natuurlijk, ik hou blauw er nu af. Ik wilde sirene zeggen, maar ik haal ook meteen blauw eraf. Gezien we misschien nog te maken hebben met een heterdaadje. En dus dat betekent dat iemand die dadelijk opeens een... Ja, nee, ik ga toch blauw erop zetten, want er staan al een brandweerauto. Het kan zomaar zijn dat je dadelijk natuurlijk daar aankomt en iemand ziet opeens blauw of hoort sirenes aankomen. En dan, oh shit, ik moet hier weg. Dat is nu niet het geval. Hopelijk staat het, ja, dit park staat in brand. Hè. We hebben dadelijk heel veel slachtoffers hier, want die blijven gewoon allemaal zitten. En die brandweerman vliegt niet in de fik. Goedendag collega. Hij zegt van we zagen een auto vluchten in die omgeving, die kant op. Kenteken 6-2. Beetje brushed steel, dus een beetje heel grijs. De Zulu vliegt erbij. Mensen houden op met schreeuwen, ik vind het niet, geen fijn geluid. Oh, en hij crasht. Jammer. Zo, en als je dan crasht, maar als ik eigenlijk deze melding gewoon wil aannemen, dan doen we het gewoon nog een keer. Poging 2. Goeiedag, vertel. Jullie zagen een man rennen in die richting. Oké, hij had een jerrycan bij zich. Oké, dankjewel brandweerman. Er wordt dus iemand in dit geval niet meer gezocht in de auto en de Zulu vliegt ook niet meer mee. Maar er was iemand weggerend met een jerrycan en die rende in deze richting. Dus die gaan wij eens zoeken. Altijd fijn als je brandweercollega's iemand al hebben zien rennen. Nu is gewoon het gebied doorzoeken. Of wij de verdachte gaan aantreffen of niet. Ik vermoed dat hij daar die berg probeerde op te rennen. En hem dat gelukt is ook. Oh, sorry. Nou, ren op die berg daarboven in ieder geval. Waarschijnlijk. Daar hebben mensen hem zien rennen. Want we krijgen die locatie weer door. Ah nee, daar rent hij. Staan blijven, kom op. Hier komen. Kom op, geen rare dingen doen. Gewoon even staan blijven, anders word je aangereden. Oké, dan gaan we met deze stoppen. Laat de jerrycan liggen. Op je knieën. Goed. Hand op je rug. Ik ben aangehouden. Niet te verplicht, je brengt een advocaat. Bekende verhaaltje. Oh zeg, ga een transportje deze kant op, daar wordt geschoten. Toch? Ik ga even fouilleren. Dat is verhoord. Had ik nog niet... Nee, ik heb hem niet op tijd gefouilleerd. Ik was even helemaal in gedachten. Of ik nou wel of geen schoten hoorde ook. En wat ik wel en niet heb verteld. Want, hoe bedoel je, zullen jullie nu denken. Want ik heb natuurlijk, deze video neem ik dan op voor een dag later. Maar ik heb ook al video's opgenomen voor een paar dagen later. Die dus nog niet online zijn. Dus je moet je bedenken, tot ik niet meer weet of ik nou bijvoorbeeld al heb gezegd dat ik binnenkort met Kamar ga. Ik geloof het namelijk niet. Dus nu wilde ik al wel zeggen van, ah ja, jullie zien deze auto nog, maar ja, ik had beloofd Kamar, maar dat hebben we nog helemaal niet, dat weten jullie nog helemaal niet, dat ik dat beloofd had. Dus eenmaal aanhouding en wij zijn van status vrij. Ja, meteen even naar een overlastmelding, we rijden die kant. Rijdt u alstublieft prio 2. Prio 2 overlast. Om het toekie wel. Naar beneden. Er ligt iemand op straat. Of zit iemand op straat in ieder geval. Knipperlicht is smart. Niet voor niks gekregen. Goedendag. Wat zijn we aan het doen? Mijn identiteitsbewijs. Ja, dankjewel. Die is ingevorderd. ken het. Wat je me geeft, dat is raar, want kijk, license is suspended. Nou, dat is dus moeilijk, want een ingevorderd ID, hoe zit dat dan? Geen idee namelijk. Goed. Ik ga je vragen, in ieder geval even met mij mee te komen. Ik pak je nu even vast, omdat die anders hier blijft staan. Even hier op straat staan, of op de stoep staan, sorry. We gaan even gewoon de hele... ik kan hem geen bekeuring geven. Dat valt niet onder dit script. Luister. Vervolg je weg. Je gaat niet meer op straat zitten. Zie ik het wel nog, dan krijg je gewoon van mij een bekeuring voor verstoring openbare orde. Voor nu loop je gewoon verder. En is het afgedaan wat mij betreft. Pak even mijn auto, mensen. Ja. Ja, dankjewel hoor. Ik wilde hem eigenlijk al bekeuren voor verstoring openbare orde. Omdat het een heel bewuste actie was om daar te gaan zitten. Maar goed, dat kon niet. Dus dan doen we maar gewoon een waarschuwing geven. Deze zetten we weer even op 11. En dan gaan we door. Attention unit 1 Lincoln 18 citizens report a DUI in Vinewood Hills. Komen meldingen binnen van iemand die onder invloed zou rijden. In ieder geval iemand vertoont raar rijgedrag. Nou, alle redenen om even daar te gaan kijken lijkt me zo. Ja, vooral in de spiegel kijken of er een auto aankomt. Voertuig komt ons hier tegemoet over de stoep. Ja, tuurlijk. Ja, die lijkt wel iets op te hebben, ja. Voertuig gaat er vandoor, C. Nou, dat werkte niet helemaal. Ga een enetje deze kant op ter assistentie. Mocht hij nog niet zijn opgeroepen. Oh, daar komt hij toch. Lekker Audi pik. Rijd alsjeblieft prio 1. Houdt hij weer in, hè? Zo. Nee. Natuurlijk heeft de Audi eigenlijk leidend gezien hij van een landelijke eenheid is en dus hoort bij deze achtervolging. Maar zoals je ziet, hij gaat gewoon ook echt voor me aan de kant. Dus ik kan wel achter hem blijven rijden, maar dan gaan we echt gewoon 5 km per uur. Jongen, echt dat verkeer soms, hè. Ik geloof dat de Audi inmiddels ook is afgehaakt. Nee, ik hoor toch nog wel iets. Ja, Hij zit nog erbij, de Audi. Ja, vol in de remmen gaan, dat heeft natuurlijk ook geen nut. Zo blijkbaar wel, want hij blijft nu doorrijden. Kom, uitstappen. Blijf je staan? Je blijft staan. Oké, je bent aangehouden. Je bent niet anders verplicht. Je bereikt een advocaat. Blijf wel even staan hier trouwens, kameraad. Ik ga nog even fouilleren of je dingen bij die je bij mag hebben. Blijf even staan. Tussen lading en transportje deze kant op komen als ik klaar ben. Oké, je had iets bij, ik zag niet wat, maar ik geloof een mes. Nee. Nee. Staan blijven. Oh nee, dat is verkeerde. Waarom ben je nou weer zo snel? Nou, ik haal hem al in. Rij maar, jammer. Staan blijven, kom op. Nee, weer de verkeerde. Zo. Nee, nu blijf je staan ook. Mijn collega probeert jou mee te nemen. Zo. Wij gaan naar de B-klasse. En als we bij de B-klasse zijn, dan gaan wij in ieder geval die video beëindigen. Of die video, nee. Dat deel beëindigen en dan gaan we door naar de ambu. En dan gaan we met de ambu verder. Oftewel, ik kan beter gewoon de video nu al dit deel nu al afsluiten. Ik ga jullie niet bedanken voor het kijken, want we zijn er niet klaar nogmaals. Zo meteen poef en we zijn bij de ambu. Beam! Zo, daar ben ik weer. Nu met de ambu. Op mijn scherm of naast mij gebeurt nu een ongeluk bij de Formule 1. Maar niks uit. Ja, de ambu dus. Nogmaals, het zijn beide nog projecten die nog niet af zijn. Dat wil dus zeggen tot, dat er dus nog wat dingen moeten gaan gebeuren. Voordat deze ambu af kan worden genoemd. Denk aan het lege vak hier. Nog enige leegte achterin. Ja, maar ja goed, ik vind het tot nu toe wel vet. Dus nou, heeft van alles wat. Ik krijg een melding overdosis, die gaan we wel aannemen. Alle deurtjes zijn dicht. Oké. Dan gaan we die kant op. Ik zet de tijd even niet meer op dit. En het weer zet ik even op... Nou wacht, dat is... geloof ik kregen dit overdosis is hier echt letterlijk om de hoek. Daar gaan we de sirene nog niet voor aanzetten. Pak onze spulletjes gepakt. Ik heb trouwens ook Wim vandaag niet gepakt, had ik geen zin meer in. We gaan eens kijken. Oké. Oké. Nou, we gaan wat zuurstof geven. En wat medicatie. Hij heeft dus een overdosis. Hij was op de grond gevonden door een bijstander. Nee, we geven hem geen extra drugs. Drugs is in het Amerikaanse natuurlijk, weet het, medicatie. En dan gaan we nu even naar het ziekenhuis hier om de hoek. Bij de ambu's, of bij de ambu's, de B-klasse en de ambu. Dus gemaakt door EnnoMods en mogelijk gemaakt door de Hulpdiensten Benelux. Van beide linkjes in de beschrijving. Hulpdiensten Benelux is natuurlijk een clan, voor de mensen die er nog niet door hadden. En de EnnoMods is een, ja, modder. Ik geloof niet dat hij helemaal in de ambu kan. Tot daar misschien achter nog geen plekje is. Nou goed, beide stappen niet echt in. Ik denk dat we in ieder geval daar al naartoe rijden. Ja, maar hij kan niet instappen. Altijd het gevaar van een wip. Als je niet kan instappen, dan hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Ja, patient car in de ambulance, maar hij staat hier nog steeds, zeg maar. Nou, dat mag je gaan. Goed, dan nemen we ze niet mee naar het ziekenhuis als ze niet mee kunnen. Want we kunnen ze natuurlijk wel, we kunnen wel naar het ziekenhuis rijden, maar dan zegt hij dat ik mijn patiënt ben vergeten. Blijkbaar is er maar plek voor 2 in deze ambu. Nu nog. Of dat ligt aan mij. Nogmaals, hè, ik was zo ongeduldig. Ik wilde deze ambu al gebruiken. Maar ja, daar zit natuurlijk ook wel wat nadelen aan. Dus we kunnen wel daar naartoe. We kunnen ze behandelen. En meestal kunnen we daarna, ja, we gaan proberen dadelijk nog eens of we naar het ziekenhuis kunnen. Persoon niet aanspreekbaar, A1. Vrije baan ligt op rechts of links. Nu werd alles vrij. Ja, ze zijn de reanimatie gestart, zie ik. Spulletjes gepakt. Ja, inderdaad een reanimatie. Nou, dan kunnen we niks anders dan CPR treatments. Opladen AED, oftewel lifepack. Vervolgens gaat hij zeggen dat er geen shock wordt geadviseerd. Druk op de 5 en hij leeft. Mooi man. Dat gaat niet helemaal lekker daar zo. Zo. Nu denkt hij van ik heb lang genoeg gewacht, ik rij gewoon door. Snap ik. Hij kan wederom niet instappen. En het nadeel daarvan is, als ik nu wegga, zegt hij dat ik mijn patiënt ben vergeten. We gaan toch eens naar het ziekenhuis rijden, kijken wat hij dan doet. Natuurlijk net iemand gereanimeerd, dus dat wordt met spoed naar het ziekenhuis. Ben nu afgerond? Ja, zit te zien wel. Nou, dan kunnen we alsnog gewoon wel naar het ziekenhuis rijden. Zegt hij weliswaar dat ik mijn patiënt ben vergeten. Maar hij maakt er geen probleem van. De mot dan. Lekker Ajax. Ook daar even naar gekeken. 4-1. We hadden even stress als Ajax supporters. Want ze hadden in minuut 1 al een tegengoal. Van Utrecht. Maar het is nu inmiddels 4-1. Dus dat is lekker. En wat doet PSV dan? Ja, het boeit jullie allemaal niks. Jullie komen natuurlijk voor iets anders dan voetbal. Oh, PSV staat achter. PSV verloren. Oh. Oké. Dat is... Ja. Oké. Goed. Crasht hij nou of krijg ik een melding? Geen van beide. Waar rijden we eigenlijk heen? Geen idee. We gaan hier naar rechts. Moet je ook kijken waar de meldingen zijn. Want... Plito Bay, dat is zo ver weg. Gewoon dat dorpje helemaal linksboven in de map. Weet je ook dat gewoon 7 jaar terug de trailer van GTA 5 kwam. Besef gewoon 7 jaar terug alweer. Ik weet nog waar ik toen was. Of niet waar ik toen was. Ik weet wel dat ik... In ieder geval waar ik was toen ik die dag GTA 5 voor op de PlayStation 3 in mijn brievenbus verwachtte. Was namelijk bij huiswerkbegeleiding. Ja, daar heb ik op gezeten. Dat was dan na school. Moest je daar 2 dagen of 3 dagen in de week heen. Afhankelijk van ja, hoeveel je het nodig had. Ik ging geloof 2 dagen. Ik weet nog dat ik die dag daarna een Duits toets had. Kijk nou naar achter. Ah, ja. En ik moest dus leren voor Duits. Maar ik wist ook dat GTA in mijn brievenbus thuis lag. Ik zag een vriend van mij eigenlijk na een 30 minuten al vertrekken naar huis. En ik dacht shit, ik moet nu Duits leren en zo. Terwijl hij in mijn klas zat. Vervolgens krijg ik van hem een appje. Ah, het ligt al in mijn brievenbus. Dus hij woonde bij mij in de buurt. Dus ik dacht ja, helemaal gek word ik. Ik heb dat ook. Ik Duits te knallen joh. Ik had gewoon binnen 20 minuten echt gewoon heel hoofdstuk van Duits geleerd. Ik me laten overhoren. Ik gewoon echt ook gewoon Duits helemaal geknald daar. Want als je het niet goed maakt, dan moet je blijven zitten totdat je het kunt. Nou, ik had die hele toets op huiswerkbegeleiding dan gehaald. Nou, ik snel naar huis, GTA 5 in mijn brievenbus. Oh ja, toen had ik hem nog niet. Toen dacht ik, shit, nog niet. En toen ging ik kijken, toen bleek dus een net bovenaan de brievenbus zo vast te hangen, waardoor je hem niet zag. Daar gaan we weer bijna. Uiteindelijk, ik dus wel GTA 5 gepakt. In de PlayStation gestopt en gespeeld 24/7. En de dag daarna die Duits toets had ik echt een 9 voor ofzo. Dus lekker bezig. Ja, leuk verhaal. Waarom vertel ik jullie dat? Omdat dus vandaag, of niet vandaag, omdat 7 jaar terug was tot de trailer online kwam. En hoe weet ik dat? Omdat ik hem toevallig op YouTube kwam die voorbij als voorgesteld. En in de comments zag ik dat dat bij iedereen gebeurde. Maar ik zag dus de trailer van GTA 5. Die werd voorgesteld aan mij. Saturatie is heel slecht. En dat is wel grappig. Want ja, waarom weet ik niet. En in de trailer zag ik ook hele rare dingen. Waarvan ik echt nu denk van zo, dat zag er eigenlijk best slecht uit ook. Het zag er best, in de trailer zagen andere politieauto's, andere ambulances. En ik moet zeggen, het zag allemaal best dat ik dacht van, dit is niet echt, dit ziet er niet goed uit. Dacht ik dus vandaag toen ik die trailer weer zag. Toen dacht ik natuurlijk uit en toen ik hem op de PlayStation had dacht ik ook uit. Maar goed, deze mevrouw is heel slecht eraan toe. Heeft een heel laag leven, een heel lage hartslag, een lage saturatie. Dus we gaan die met spoed naar het ziekenhuis vervoeren, want die heeft flink wat genuttigd, waardoor ze nu echt slecht gaat. Ze gaat toch niet mee. Hier komen we niet langs, geloof ik. Nou ja, dat is een kleine rotonde. Dan nemen we de rotonde ook hoe je een rotonde neemt, hè. Ja, ik weet dat ik mijn patiënt ben vergeten. Maar boeit me niks. Aan de kant. Ik had hem dan ook gepre-orderd, GTA 5, op de PlayStation nogmaals. Toen heb ik best lang erover gedaan voordat ik hem op de computer had. Dat had meerdere redenen. Eén, omdat ik hem al op de PlayStation 3 had. Twee, omdat ik het zonde vond. Dat is eigenlijk ook wel één. Dus twee, omdat ik absoluut niet te spreken was over de GTA 5 roleplay toenertijd in de clans, zeg maar. Ik zat toen bij Roleplay United, geloof ik, en die waren toen redelijk vroeg qua GTA 5 om dat al in te zetten om ja roleplay te gaan spelen. En ja, ik vond dat toen zo verschrikkelijk. En ja, toen heb ik ook gezegd van hier ga ik niet naar meedoen. Toen ben ik gestopt. Toen ben ik ook nog een kleine gaan zoeken die heel lang GTA 4 heeft gedaan. Heb ik ook wel gevonden, geloof ik. En uiteindelijk moest ik er toch echt aan geloven. Aan GTA 5. Toen in de tussentijd had ik hem wel gekocht hoor. Ja, nu denk ik achteraf van wat een geweldig spel met alle voertuigen die er inmiddels zijn. In ieder geval, ik ga jullie nu wel bedanken voor de video. Voor het kijken naar de video. Ik hoop jullie het leuke video vonden. Ik hoop dat jullie blij zijn dat ik 20k heb gehaald. En natuurlijk meedoen aan de giveaway. Nogmaals even de eisen op een rijtje. Je moet een goede PC hebben. Het moet niet. Ik raad het je wel zeker aan. Blijkt het achteraf dat je hem liever voor de PlayStation, voor de Xbox of wat dan ook wilde. Heb je pech. Je krijgt toch de key. Meedoen. In de comments, ik kies gewoon een random comment via een programmaatje. Maakt dus niet uit of je mijn grootste fan bent en tot je zo zielig bent want je kat is dood. Of dat je gewoon zegt, hey klootzak geef me die key. Je maakt evenveel kans. En voor de rest, op de Discord van mij, als je daar niet in zit, zeker even inzitten. Daar komt waarschijnlijk ook nog een tweede giveaway van nog een key. Omdat ik de keys redelijk goedkoop kan krijgen. Dus, je weet wat te doen. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video en tjallas.